Ja, en wie straks een defect kilometerheffingskastje in de auto heeft, wordt door de overheid gezien als een crimineel, meldt de Telegraaf. De automobilist riskeert een gevangenisstraf of een geldboete die maximaal in de tienduizenden euro's kan lopen, blijkt uit het wetsvoorstel van minister Eurlings. Op het rijden met een GPS-kastje dat opeens geen signalen over de afgelegde kilometers uitzendt, staat een half jaar cel of een boete die dus kan oplopen tot 18.500 euro. En wie in de boetecategorie valt, wordt veroordeeld en zit 10 jaar lang aan een strafblad vast. BNR bespaart je de onzin. De dochters van het failliete DSB-beheer gaan tot op de dag van vandaag door met omstreden praktijken. On the Move, Niels Heidhuis, BNR. De holding is failliet, maar andere bedrijven in het Dirk Scheringa-imperium draaien volop. Met de methode waarvan na het faillissement werd geconcludeerd dat ze uit de tijd waren. Vooral over het schuiven met gegevens uit de failliete boedel ontstaan vragen. Goedemiddag, mijn BGA Financiële Adviseurs. Het is nog altijd mogelijk om een hypotheek te krijgen die de koopprijs ver overstijgt. Een strijdigheid met de vuistregel van de AFM, Autoriteit Financiële Markten. Wat is de vraagprijs van de woning? 135.000. Maar daar moet wel ook wel wat aan verspijkerd worden. Dus ik wil eigenlijk een hogere hypotheek. Oké. Nou, is gebleken dat u een hypotheek zou kunnen krijgen van 144.115. Of een lening voor een nieuwe televisie. Een bedrag van 9.250 euro. Rentepercentage op jaarbasis is 15,9%. Zo. Ja. Even kijken. Dan kan ze nog even proberen om het bij een andere bank misschien toch onder te brengen. Kan ik u daar morgen over terugbellen? Dat kan. Ja, die zitten inderdaad een stuk lager. Maar die willen het alleen als persoonlijke lening verstrekken. En dan komt hij uit op 9,7. Ja, ik denk altijd, ja, kijk, ik spaar nou 100 euro. Ja. Kijk, als je 100 euro kunt sparen, dan kun je ook 138 euro lenen. Dat is gewoon eigenlijk sparen achteraf, zo kan u het ook zien natuurlijk. Opmerkelijk is dat aanvragen die na het faillissement zijn gedaan op de website van DSB Bank worden beantwoord door NIFA-financieringen. Toen de bank ten onder ging, bleef de website nog even in de lucht. We vroegen een persoonlijke lening aan. Lange tijd hoorden we niets, tot begin november. Mijn collega heeft u inderdaad geprobeerd te bellen. Dat is naar aanleiding van de aanvraag die u onlangs heeft gedaan bij DSB Bank. Bij DSB, ja. Ja. Maar u bent NIFA-financieringen. Inderdaad, omdat DSB zelf niet veel kan doen op dit moment, hebben zij gevraagd of wij wellicht mogelijkheden voor u hebben. DSB heeft u, dus de curatoren hebben u gevraagd om het even over te nemen? Ja, nou, om inderdaad uw gegevens over te nemen, om voor u te bekijken of we de rente voor u kunnen verlagen of dat er wellicht mogelijkheden zijn voor een nieuwe financiering. Nadat we in zee zijn gegaan met NIFA, worden we ook gebeld door Kredietgroep Nederland, een andere dochter van Scheringa. We hadden u inderdaad gebeld, we hadden u van u een aanvraag ontvangen voor een financiering. Kan dat kloppen? Nou, ik heb een aanvraag gedaan bij DSB Bank nog. Ja, dat klopt inderdaad. Dat was in de tijd dat DSB Bank failliet ging. Ja. En wij krijgen automatisch alle aanvragen vanuit daardoor en wij gaan die dan behandelen. Ook reizen vraagtekens over de transparantie. Volgens de Kamer van Koophandel hangen al deze firma's nog onder DSB-beheer. De medewerkers zijn daar niet altijd even openhartig over. Wij zijn een onderdeel van DSB geweest, maar wij doen geen zaken met de DSB-bank. Dus wij hebben eigenlijk onze banken waar wij mee samenwerken. Dat is dus niet met de DSB-bank, maar met alle andere banken. Dus de DSB-bank en DSB-beheer is failliet verklaard, maar wij kunnen gewoon nog werken natuurlijk. Oké, ja. maar u werkte met DSB of behoorde u tot DSB? Nee, wij zijn een onderdeel geweest daarvan. Oké, en dat is niet meer zo? Nee. Ja, is de vraag of dat echt zo is. Uit de gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt in elk geval wat anders. Straks 23 punten. Meer over de beurzen en ook actuele koersen op fd.nl. Spaart je de onzin. De Stichting Hypotheekleed is verbaasd over de onthulling van BNR. On the Move, Niels Heidhuis, BNR. Nog altijd kun je bij de nog levende dochterondernemingen van Dirk Scheringa een lening met een woekerrente krijgen of een loodzware hypotheek. Sterker nog, wie nog na het faillissement van DSB Bank een aanvraag deed voor een lening daar, wordt geholpen door een van die dochters.
Zijn de gegevens onder de ogen van de curatoren gelekt? Experts zetten hun vraagtekens. We spreken zo Pieter Lakenman van de Stichting Hypotheekleed. Eerst even een fragment van een gesprek dat wij hadden met DSB-beheerdochter DGA Financieel Adviseurs. Zijn ze daar open en eerlijk over wie de eigenaar is? Dirk Schieringa? Wij zijn een onderdeel van DSB geweest, maar wij doen geen zaken met de DSB-bank. Dus wij hebben eigenlijk onze banken waar wij mee samenwerken. Dat is dus niet met de DSB-bank, maar met alle andere banken. Dus de DSB-bank en DSB-beheer is failliet verklaard, maar wij kunnen gewoon nog werken natuurlijk. Oh, oké, okay. Maar, ja. Maar u werkte met DSB of behoorde u tot DSB? Nee, wij zijn een onderdeel geweest daarvan. Oké, okay, en dat is niet meer zo? Nee. Pieter Lakenman van de Stichting Hypotheekleed. We zijn een onderdeel geweest van DSB, horen we deze mevrouw zeggen. Ja, dat kan twee dingen betekenen. Of van DSB-bank of van DSB-beheer. Maar dat is niet zo heel belangrijk, want in beide gevallen moet de conclusie eigenlijk zijn dat haar onderdeel is verkocht door de curator. Want ja. Ze zegt heel duidelijk geweest van DSB, een onderdeel ervan. Dus ik ben heel benieuwd of in het verslag van curatoren, wat vanmiddag uitkomt, of daarin is vermeld of bepaalde onderdelen al zijn verkocht. Maar want is dat waarschijnlijk dat dat al gebeurd is? Dat is niet waarschijnlijk, nee. Want gisteren hebben de curatoren gezegd in het gesprek met ons dat die verkoop, dat was nog wel een van allerlei zaken. Dat duurde nog wel enig tijd. Er zijn dus ook gegevens van het praktisch failliete DSB, binnengekomen op de website, doorgegeven aan bijvoorbeeld NIFA-financieringen. Want wij hebben dus ingevuld op de DSB-website ten tijde van de surseance, we willen graag een lening. Later worden we teruggebeld door NIFA-financieringen. Ja. Hoe komen die aan die gegevens? Is dat in het kader van het faillissement helemaal fris? Dan is het inderdaad, tijdens het faillissement zijn dan de bestanden aan derden ter beschikking gesteld. Ja, dat is heel vreemd, ja. Dat is heel vreemd. DSB heeft van ouds deed het enorm aan zogenaamde cross-selling. Dus alle dochtertjes die kregen van elkaar het hele klantenbestand. He, je had een lening gesloten via dochter A. Ja. En dan kreeg je de rente werd dan lager ingezet, ging dan omhoog. En dan kwam dochter B plotseling met een heel nieuw petje op. En heeft u een hoge rente, bij ons lager enzovoort. Dat verklaart ook dat wij ook zijn gebeld door de kredietgroep. Ook ja. Van Dirk. Ja. Bij het faillissement heeft de DSB-bank wekenlang bevroren gelegen. Ja, feitelijk wel, ja. Dat werd bij curator gisteren gezegd. En daarna, gezegd, ja. dus kunt u dat dan niet in dit kader plaatsen? Nou, buiten de curatoren om is het betalingsverkeer op een gegeven moment gestaakt. Hè. Dat moet ergens op een topniveau bij de Bank Giro Centraal, of weet ik veel wat, onder controle van de Nederlandse Bank, moet dat ergens zich hebben afgespeeld. Curatoren hebben dus gisteren gezegd dat eigenlijk een aantal weken in feite de zaak dood was bijna, of althans dat er weinig gebeurde. Onder andere door deze maatregel dat het betalingsverkeer gestopt was. Maar ze wekte ook de indruk dat het verder ook, dat kan ik me ook wel voorstellen hoor, dat het eventjes allemaal stop had gelegen. Ja. Maar in die tijd zijn kennelijk wel de nieuwe klantenbestanden aangemaakt. En dan is het dus kennelijk onder het oog van bewindvoerders, althans formeel gesproken onder het oog van, dus onder verantwoordelijkheid van de bewindvoerders, zijn dan dus de nieuwe adressenbestanden die aangemaakt waren door nieuwe klanten, zijn dan naar buiten de boedel verplaatst. Deze curator, althans zeker meneer Schimmelpenning, beschouw ik als een eerlijke man. Die ken ik ook uit het verleden. Wel hard natuurlijk, maar hij is eerlijk volgens mij. Kuiper ken ik niet, of Kuipers, daar heb ik geen mening over dus. Ik moet eerlijk zeggen, ik denk dat curatoren dat niet hebben geweten. Kunt u hier iets mee? Of met dingen die hier nu naar voren komen? Wat we wel gaan doen is natuurlijk, als we dit soort dingen tegenkomen, dan melden we dat aan curatoren. Want wij willen curatoren natuurlijk wel helpen om de boedel onder controle te houden. En ook om daar zoveel mogelijk geld in binnen te krijgen natuurlijk. Dank u wel. Pieter Lakenman van Hypotheekleed.